YouTubers en welkom bij Dorp Park. Vorige video kwamen we uit de minivaltoren. En nu doen we de volgende attractie, de Super Splash, denk ik. Dat ik anders ben, heel zin ik, dat zijn botseltokers, jongen. Nice, maar wat een kutwacht draaien, man. Ja, Dorp Park is duidelijk niet echt een park dat een mooie wachtrij creëert, zoals veel op het park dat wel doen. Het is gewoon een simpele slalom. Mijn botseltokers op Minecraft, jongen, daar droom ik al jaren van. Ah, we gaan Angry Birds spelen. Ja, ik pak de vogel, pak jij maar dat vies verke daar. Ga je neerhalen, Daniel! Ja, hopelijk is sturen met dat spel zo moeilijk niet. Jehaha. Ik ben niet klein, van je lekker pendre. Godver. Yes! Red it in de kant. Nee, ik moet mijn controls even veranderen. Ja, de controls veranderen, mensen. En neerhalen die handel! Ik ben een Angry Bird en jij zijn stinkverken. Ik ga wel traag. Neerhalen, yes! dat is wel traag, dat, hè. We moeten wel aanlopen. Ja, maar... Jongen, laat me even een aanloop pakken, drol. Net als in de auto, kan hem niet rijden, hè. Huh. Yeah, ja! Oh, vernippen! Ik moet een keer fucking hard op mijn bakken gaan in zo'n karretje, jongen. Ik ben mijn tanden is verloren in de botseltokers, jongen. Ik heb ooit eens met een bolletjesgeweer geschoten op een karretje en als iemand zijn oog gekomen. Ik krijg een botsing van achteren en tegelijkertijd van voren met mijn tanden recht op dat stuur. Vijf, vier mens, drie mens. Arre. Hey. De botseltokers. Wat is dit? Ja, dit is het, denk ik. Ja, die wachtrijden, dat is echt om op stand van te worden. Ah, hier. Ja, de kar is matig. Ja, het is dus zo'n super splash van zo'n shoot-to-shoot dingen. Ja, dat is geen... Een jammerlijk product. Ach, jongen, daar is hem weer. Dat is een product, hè. Die van ons park zijn is beter, mens. Dat is de Wing Coaster, joh. Wauw. Die paarse hier. Oh ja. Dat is al een stijl. Nee, dat is zo hardbangelijk als King Naka. Ah ja, die is super. Ja, die gaan ze weer echt terecht, jongen. Ik wist... Ik kan eens op zo'n booster, maar... Ik wist niet dat er nog zo'n achtbaan bestond. Oh, Danny. Oh boy. Oké, Jonas gaat kletsnat worden. Oh, die is onder de airtime. Wow, jongen. Oh ja. Jammer dat er geen airtime is, mensen. Zie je, dat water komt van die daken af ook, joh. Dat zijn echt details, mensen. Ja, dat kan ik helaas moeilijk doen met particles. Echt, hier hebben we... Dat is de Wing Coaster, denk ik. Flying Fish. Nee, dat is een gelanceerde achtbaan, zo te zien. Oh, die Liebekan. Is dit zo'n type dingen, zo noemen het weer. Byron Curve. Check die nog, jongen. Het is wel jammer dat ze zo weinig plaats maken dat die modellen door die gebouwen gaan. Dit is een powered coaster, denk ik. Ja, je ziet dat daar niet op zwaartekracht kan. Je ziet dat die wel er goed uitziet. Wow! Dat is wel mooi. Ah ja, dat was het Alpenblitz. Ik denk dat het zo'n type achtbaan is. Ja, die twee toch heel wat goeie. Hopelijk hebben ze een rups, dan kan ik wat ideeën op doen. Ik heb besloten dat ik die rups in die Matrorenberg ga bouwen. Oké, nu moet je gedaan zijn. Stop. Oké. Yes. Lose your head. Ah, hier. Wat is de machine in Bobbia, in Popsaland? Zwaar.
die wachtrij die gaat continu schuil, jongen. Dus... Wow! Oh ja, dat is wel een robuuste kaars, hè. Dat is een goed product. Waarschijnlijk een B&M wingcoaster. Come on. Please. Oké. Niet. Zo'n beetje Transformers thema, ja, precies. Hoe gaat het erin? Ja. Schoon geteamde kar, eigenlijk als een vlug der Damonen en Phoenix. Ik ga de volgende raam erbij te pakken. En qua rit is die ook niet verkeerd. Zo te zien. Ja, ik zit in de volgende trein. Instappen gaat wel wat moeilijk, mensen. Oké, dive loop. En laat weten dat deze beter is dan die van ons, hè. Ja, rook effect. G-roll. Wat de... Helix. De trein is vertrokken. Er was nog eens een G-roll of een kurkentrekker of zoiets. Oh ja. Barrel roll. Brakes. Ik ben aan het takelen. Nee, beter dan die van ons is hem niet, maar... Slechter ook niet. Hè. Ja, wij fixen bij elke... attractie nog muziek, hè, mensen. Dus dat maakt het sowieso een beetje... plezanter. Maar hoor, een peer. Ach, deze hebben we nog niet. Peer. Deze hebben we nog niet gezien. Jawel, jongen. Ook vrij doen maar, hè. Ik ga weer een draai dubbel treffen, mensen. Dubbel treffen. Heb je niet goed gezien, we hebben die al gedaan. Nee, we hebben deze nog niet gedaan. Wat is dit? Ja, toch, we hebben die nog niet gedaan, man. Wat is dit? Ah ja, dat is zoiets. Oh, maar hij werkt wel. Goed. Deze. Deze denk ik ervan. Oh, waar is dit? Dit is zeker een product van... Zoek op. Fans willen dat weten. Het is een soort vliegend tapijt. Zo. Ja, een verkeerde schommelboot. Zo'n ride heb ik nog nooit gedaan in tech, denk ik. Nee. Dat gaan we zo houden. Ik heb dit wel eens in een park Asterix gezien. Die ook getroffen toen. Ik ben nog niet in Park Asterix geweest. Hè. Maar we gaan de auto doen terwijl we in deze attractie zitten, want mensen, we hebben weer genoeg aantal attracties gedaan in deze video. Ja. En in deel 3 gaan we de Enterprise treffen. Ja. En ik niet dat kan. Enterprise, die frisbee, dan is er nog die Gerslauer achtbaan, die gelanceerde achtbaan. En ik niet dat kan natuurlijk, niet vergeten. Oké. Dit was de video, we gaan rap afsluiten, dus... Tot de volgende video in Topper Park. Ciao. Loggers!